Fietsers kunnen vanaf vandaag elke eerste 24 uur gratis hun fiets stallen in de bewaakte fietsenstalling bij het station Leeuwarden. Wethouder Thea Koster en Ineke van Gent van de Nationale Spoorwegen gaven het startsein voor het nieuwe concept in de bewaakte fietsenstalling bij het station. Wat het nieuwe concept precies inhoudt, vertelt Ineke van Gent van de Nationale Spoorwegen. Nou, dat houdt in dat mensen bij het station hun fiets kunnen parkeren de eerste 24 uur gratis. Daarna kunnen ze, voor als je langer wilt staan, een heel voordelig abonnement afsluiten. Maar de meeste mensen die hun fiets bij het station stallen, doen dat overdag of een nachtje. Dus dan kunnen ze gratis parkeren en dat doen we om de fietsparkeerruimte zo goed mogelijk te gebruiken bij de stations. Allerlei wild neergekwakte fietsen om dat te voorkomen. En ook om te voorkomen dat zeg maar mensen te lang hun fietsen in de stalling laten staan. Want het zijn geen schuurtjes. Het is bedoeld voor woon-werkverkeer dat mensen hun fietsen neer kunnen zetten. Of mensen die op reis gaan, studenten, nou, et cetera. Dus we proberen het fietsparkeren aantrekkelijker te maken bij het station. Niet alleen in Leeuwarden, maar ook elders hoopt de NS de problematiek aan te pakken van een weerwar aan fietsen voor het station. Nou ja, u noemt het een oer-Hollands beeld, maar het zijn ook obstakels. En soms heel lastig voor mensen die slechter been zijn of de stoep vrij te houden en dat soort dingen. Dus het is beter om die fietsen te concentreren in de gratis overdekte bewaakte stalling de eerste 24 uur. Dus daar werken we in Leeuwarden. Dat is vandaag nu geopend. En ook in andere steden in Nederland wordt dit concept uitgerold. Voor wethouder Thea Koster is de nieuwe bewaakte fietsenstalling het startsein voor de herinrichting van het stationsgebied. Ja, we openen vandaag 24 uur gratis stallen. Dat is ook eigenlijk de aftrap van het feit dat we hier in het stationsgebied aan de slag gaan. En dat betekent dat mensen gratis hun fietsen ondergronds bewaakt neer kunnen zetten. En dat is volgens mij een hele mooie stap vooruit. Volgens de wethouder gaat er binnenkort heel wat veranderen voor fietsers en automobilisten. Ja, in Vrijbaan doen we 34 infraprojecten en een ervan is de herinrichting van dit hele gebied. Dus het wordt allemaal anders voor de fietser, voor de voetganger en voor de automobilist. En in die tussentijd, als we hier gaan bouwen, zullen de fietsen hier weg moeten. Dat gaan we gefaseerd doen. En dan moet er wel een andere plek zijn. En hieronder zijn voldoende plekken om ook in te voorzien. Dus we hebben gezegd, als we dat nou gratis maken, is dat een mooi alternatief voor mensen. Medewerksters van Vrijbaan deelden onder meer sleutelhangers uit en begroeten treinreizigers. Dat leverde maandagochtend veel verbaasde gezichten op. De vraag werpt zich nu op of deze handelswijze ook gebruikt kan worden tijdens Culturele Hoofdstad 2018. Ja, zoiets zou misschien best leuk zijn overigens. Ja. We gaan niet alleen sleutelhangers uitdelen, maar we gaan ook zadelhoesjes op de fietsen doen. En we gaan naar de hogescholen toe om vooral veel mensen te vertellen dat zometeen die fiets hieronder moet. Maar het is mooi dat het zo goed overkomt, dat mensen het wel gezellig vinden. Dus misschien zou het vaker moeten. Ja. En u bent echt de ambassadrice? Ja, absoluut. Vrijbaan is natuurlijk onderdeel van mijn portefeuille met alle infraprojecten. En we hebben al een heleboel gedaan hier in de stad, maar dit is er ook één van. En ik vind het belangrijk, het belangrijkste doel is dat we die werkzaamheden wel doen, maar de overlast zoveel mogelijk beperken. En dan moet je ze nu en dan ook een leuke actie doen en daar is dit er één van. Nou.